Ik ben weer op zoek naar unieke content op YouTube. En ook livestreaming is bijvoorbeeld uniek. Dus ja, je kan moeilijk mij exact nadoen in wat ik doe. Snap je? Hoe ik presenteer, hoe ik mijn livestreams aanpak, et cetera. Dus dat merk ik gewoon weer heel erg aan mezelf. Ik wil best gewoon weer elke dag op YouTube mijn ding doen. Alleen, ik ben wel op zoek naar alleen maar unieke dingen, snap je? Iets wat moeilijk na te doen is. Want dat word ik een beetje, dat ben ik een beetje zat de laatste tijd op YouTube. Iedereen gaat maar een beetje met de trends mee, weet je? Het is niet meer dat iemand echt iets doet binnen gaming, vind ik dan. Want ik heb het idee van krijg dat hij het ook echt leuk vindt om te doen. Dat is de laatste tijd een beetje going on. Ik weet niet of jullie me daarmee een beetje voelen. Maar mensen doen maar iets nu binnen gaming, vooral. Vooral binnen gaming. Gewoon puur omdat ze hopen of denken dat het goed bekeken wordt. Zo van, nou, weet je, Fall Guys, nu een trend. Nou, dan ga ik maar Fall Guys uploaden. Want ja, ook al vind ik het een kutspel, laat ik het maar gewoon uploaden. Want iedereen doet dat nu. En anders dan mis je de boot. Dat gevoel heb ik nu echt enorm. En dat is gewoon niet echt wat voor mij. Come on, bro. Wacht, aan. Even kijken hoor. Zo. Nee, maar het is legit echt zo. Dat mensen gewoon, naar mijn mening, niet echt meer dingen op YouTube doen uit intrinsieke motivatie. Maar puur gewoon wat ze denken van, ja, dit is nu wat mensen willen zien. Dus dan upload ik het maar, weet je wel. Oh, Fall Guys is nu het ding. Oh ja, dan upload ik maar Fall Guys. Oh, nu is dit het ding. Oh ja, dan upload ik dat wel. Want dat willen mensen zien. In plaats van, hey, ik vind het spel leuk om te spelen. Hey, ik vind het leuk om daar content over te maken. Nou, dan doe ik dat. Ongeacht of dat bekeken wordt of niet. En ik vind het jammer dat we daar nu een beetje in blijven hangen met YouTube Nederland. Het gaat om gaming nogmaals. Voornamelijk gaming. En ik wil dat eigenlijk gewoon een beetje terugbrengen. Dat ik denk van ja, hoeft me eigenlijk niet of het bekeken wordt of niet. Ik wil gewoon lekker op YouTube zitten omdat ik dingen doe die ik leuk vind om te uploaden. En als ik daar dan een publiek voor heb die dat ook leuk vinden. Hey, chill. Vind je het niet leuk? Ja, dan niet. Maar kijk je niet, weet je. Daar wil ik weer een beetje naartoe. Dus vandaar ook weer de Warzone streams, de FIFA streams, de Fortnite Arena streams. Ik ga het gewoon allemaal terugbrengen. En dan gewoon real, weet je. Gewoon real talk in deze streams. Geen bullshit, geen neppe shijs. Ook geen kinderachtige shijs of zo. Nee, het is wat je ziet is what you get. En gewoon gezellig hebben met z'n allen elke avond. Gewoon weer gezellig hebben. Dat is mijn insteek van mijn soort van, kan ik het een comeback noemen? Misschien wel een soort van comeback. Ik weet dat je daar boven zit te stinken. Ik weet het gewoon. Ik weet dat je daar lekker boven zit te stinken. Precies dat. Gewoon weer even lekker ouderwets streamen. En mensen kapot maken zoals deze. Kijk, hoppakee. Dat was een goede hit. En klaar. Oh, nee. Mis. Chippies. Haha. Haha. Volgens mij had hij niet helemaal door dat ik de edit op hem had. Nee, maar dat niet uit. Ik vind die shotgun alleen niet chill. Dus ik ga toch overswitchen naar de pump. Dan doet hij maar minder damage. Maar ik voel hem gewoon niet, man. Die two shotgun. Ik weet het niet. Dan heb ik liever die burst, you know. Hier werd geschoten. Ja, daar is iemand doodgevallen. Oh, daar is ook nog. Zo. Het fucked me over, bro. Valt hij nou te pletter? Meen je niet. No fucking way. Ik ga het sneller natuurlijk.
Maar oké dan, jongens. Wil ik hebben. Damn, hoe ik dit nog heb overleefd is echt weer ongekend. Poeh. Oké. Damn, dit was echt heel nice. Dit is de goede juice. Gaan we hier nog even zo'n nieuw ding meenemen trouwens. In plaats van de AR, ja, gaan we gewoon doen. Ik wil zo graag gewoon met die grapple cloth dat ik het gewoon verkies boven de AR. Is daar een guy? Dus gelijk even een kopje erbij. Hij heeft me gezien. En hij is dood. Hij had ook zo'n ding. Had jij ook een... Ja, je hebt een mooie shotgun. Die heb ik liever. Dank u, dank u, dank u, dank u. Ik ga dit keer niet die shield krijgen meenemen. Want ik heb 3 pickpots. Dat verkies ik toch wel daarboven. Okay, hier was denk ik net iemand gekild. Daarboven, of niet? Wat de hel? Oh, gouden two-shotgun. Ja, dan wil ik hem toch wel even proberen. Een gouden two-shotgun is wel heel lijp. Die heeft iemand dus ook gewoon laten liggen. Hè? Besef wat voor loot diegene wel niet moet hebben gehad. Wat gebeurde hier dan? Want hier waren wel schoten. Oh, hij loopt hier nog. Daar is hij. Oh ja, die paarse pump doet u mij maar. Dan ga ik er niet langer over nadenken als ik een paarse pump in mijn handen gedrukt krijg. Okay. Nog één zo'n shot. Volle rotatie gewoon eventjes. Daar wordt geschoten. Hoe de fuck, ouwe? Jesus Christ, bro. Ja, hij zit sowieso nog... Ja, hij zit er nog te stinken. Je ziet hem ook gewoon zitten. Je ziet hem ook gewoon zitten. Waarom is dit back? Waarom is dit allemaal mis? Hoe kan dat? Hoe is dat überhaupt mogelijk, ouwe? Jesus, ik snap er echt helemaal niks van. Ah, hij is wel eng met zijn burst. Jezus hoor. Wat was dit slecht zeg? Niet te geloven. Holy damn bro. Ja, die wil ik wel even hebben. Levert u die maar even in. Nou, gezien we het feit dat we vaak met de storm nu te maken gaan krijgen, nemen we die Mad Mist mee in plaats van een Big Shield. We zitten goed voor de cirkel hier. We kunnen nog hoger. Lijkt me wel verstandig om te doen. We hebben nu natuurlijk die burst. Dus we kunnen nu wel op long range wat doen. Oké, laten we het gewoon even chill uitspelen. Even chill uitspelen. Die wind zou gewoon echt even lekker zijn voor de punten. Verwacht hem daar ergens vandaan waar ik nu naartoe kijk. Richting 275 Northwest. Kan nog dat hij nu nog uit de storm komt rennen, maar lijkt erop van niet. De cirkel is volledig geshrinkt. Oké. En we moeten zometeen rotate. We moeten zometeen gaan rotate. Waar ik nu dus altijd blij, bang voor ben, is dat er iemand gewoon in de bosjes zit te campen, weet je. Dat is zo fucked up om daar nu door dood te gaan. Oh, wordt geschoten. Dat betekent dat ze elkaar hebben gevonden, de laatste twee. Dat is mooi. En ik zie hem ook. Hij zit daar. Er zit er eentje daar. Misschien krijg ik een angle. Dat zou lekker zijn. Gratis damage, altijd goed. Dus die lage healing zit, is altijd mooi meegenomen. Aan de andere kant, wij kunnen nu gratis echt een hele goede rotatie pakken. Die andere zit daar. Daar zit die andere, oké. Airdrop, gaan we skippen. Geef onze positie mee weg. Dan weten ze dat ik hier ben. Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Gebruik maken van die trap zou lekker zijn. Verwachten ze me niet. Denk ik, omdat die structures er al waren. Alleen wel opletten dat je daar wel makkelijk naar beneden geschoten kan worden.
Hoor hem switchen met shotgun. Zit hij in de bosjes. Nog steeds makkelijk naar beneden halen, ding. Kijk of ik hem uit de tent kan lokken. Lukt niet. Oké, cirkels die kant op. Ik zie hem zitten, hij zit hier. Hij zit zelfs nu aan de andere kant van het bosje. Dit is slim. Oké, hij gaat voor hide. Oké. Kijk of hij me naar beneden gaat schieten. Ik wist het. Dan moet je nooit te lang stilzitten. De cirkel gaat komen. Even muziekje spelen gewoon. Maar even lekker subtiel een muziekje. Voor de eerste victory van deze livestream. Let's go. Uiteindelijk had ik 10 kills. Lekker man. 10 kills. Victory Royale. Heerlijk.